mijn goal, lekker veel, lekker veel. Nou, gewoon zoveel mogelijk meenemen, jongens, dat is het belangrijkste. Want we willen, ik wil veel dingen maken uiteindelijk. Mijn. Oeh, 2 gold nuggets. Dat is nog eens mooi. We hebben wat flint, we hebben wat meer rocks, we hebben meer flint, we hebben meer rocks. Nou, en hier nog even gewoon een steentje minen. Oh, wat, dan ging ik met pickaxe. Ik kan een nieuwe maken. Haha, en we gaan verder. Oeh, hebben we ook dit andere spul, dat Nidder. Of Nitter, ja, Nidder, zoiets. Ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Waar sta je? Nitter. Geen idee waar je dat voor nodig kan gebruiken. Maar in ieder geval, hier zag ik nog een mooie goldstone. Yeah. Oké, we hebben nu 6 golden nuggets. Dat is echt veel voor in het begin. En daar ga ik het even op houden, want ja, we gaan even terug naar onze basis. Waar is onze basis? Daar is wel ergens. Alleen dat zie je niet, maar hopelijk ligt het er nog. Even kijken. Waar is onze basis? Oh nee, het is weg. Hij verdwijnt helemaal. Oké, en ik ben hongerig aan het worden, dus we gaan even wat eten. Light. Oeh, we kunnen een fire pit al maken. Dat is best snel. Ah, fuck it, we gaan het doen, een fire pit. Dat betekent dat het echt een beetje ons echte home is, maar dat maakt niet uit. Dat gaan we gewoon hier doen. En ik zie dat al die bomen zijn gegroeid, dus ook lekker. Op mijn hout opgooien. Zo, oh, lekker groot, lekker groot vuurtje. En we kunnen nu beginnen met wat koeken. Van wat eten, en dan gaan we lekker smallen. Van wat besjes, van wat zaadjes en van een lekker stukje wortel. Oh, wat? Oh, lol. Nou ja, alleen van een wortel en besjes dan. Zo, oh, we hebben wel meer eten nodig. Dat is iets wat ik morgen wil gaan doen. Morgen en dingen. Zullen we wat meer eten zoeken. Maar wat gaan we eerst doen, jongens? We gaan een science machine maken. Dus we hebben 1 gold nugget nodig. Zoveel en zoveel. En dan maak je een science machine. En we gaan die plaatsen. We gaan die daar plaatsen. Aha, we hebben nu een science machine. En kijk eens wat je hier allemaal kan zien. We hebben nu food. We hebben nu structures, refine en magic. Oeh, magic. Oké. Okay. Cooked meat. Oké. Okay. Bear hair. Wat was dat nou? Oh, bird hair. Tuurlijk, dan kan je dus je dingen... Oh ja, wacht, dan kan je gewoon, dat wist ik. Je kan je baard, want je kan een baard groeien. Kan je afscheren. En dat kan je dus gebruiken voor iets, blijkbaar. Voor magic. Dus dit is hier, science, wat kan je hier? Structures. Met een hooi wall. Wooden wall. Stone wall, maar daar hebben we een alchemy engine to build. Wooden wall. Dan hebben we rope nodig. Hoe maak je rope? Is dat hier? Nee. Nee. Oh, wat? Oh, een shovel. We kunnen een shovel maken. Move plants around. Kunnen we iets meer doen? Een pitchfork. Move the ground around. Wat is dit? Een razor. Shave off your dirty... Oh, daar kan je dus niet mee. Oké. Even kijken wat hier bij dress staat. Oh, wauw. Daar hebben we dus bloemen voor nodig. Zijn dat petals? Ja, dat zijn petals. En daar hebben we er nu geen van. We hebben nog geen bloemen geplukt. Wat trouwens ook nog weet wat je kan doen met... Hoe heet het? Ik blijf even hier met mijn vuurtje. Wat je kan doen met shovel... Is van deze stompjes kan je mijnen. Zeg maar... Maar goed, ik wil een beetje kijken wat we nog meer kunnen doen. Een grass suit, dat hebben we niet nodig. Refine. Ah, hé, hey, kijk deze dingetjes nou eens, jongens. Hier zit dus de rope en alles. En dat is alles. Purple gem. Wow, hoe kom je aan die gems? By your colors combined. Een alchemy engine. Even kijken wat we nog meer kunnen hebben van dingen. We hebben hier dus een alchemy engine. We hebben een shadow. Wow. Wat? Nightmare fuels? Hoe krijg je dat? Living lock? Wow, oh, die groeit een boom. Ik schrok even. Divining rod. Gears. I'm so hungry. Oh, je bent hongerig. Ik weet het, jongen. Even wat koeken. Oh, arme Wilson. Niet zo. We moeten echt even morgen echt op zoek naar eten. Dat is het eerste wat we gaan doen. En dan gaan we kijken wat we de rest allemaal kunnen doen. Dus dat... Oeh, food. Een farm. Oh, oké. Okay, dat is sick. Een farm, maar dan hebben we dus poep nodig. Oké. Okay. Drying rack. Dat is ook iets wat we kunnen gebruiken, denk ik. Om dingen te laten eten. Een crockpot. Oké. Okay. Ja, je bent hongerig. Ik weet het. Hoeveel? Nog 50. Dus we zetten hem op 1/3. Oh, meer seeds. Een rabbit hole. Bunny man. Lol. Oké, okay, we gaan even wat meer koeken. We gaan nog even wat eten. Oké. Okay. Even dichter bij de engine. Oh,
We zitten in de volgende dag, jongens. Dag 3 alweer. Oké. Op zoek naar eten dus. Nou, hopelijk vinden we echt een keer wat eten in de buurt. Waar zijn we al heen geweest, daar waren we nog niet. We gaan een keer hierheen. Nou, heb ik wel zin. Dus kijken of daar wat eten ligt. Wat carrots, of wat... Ja, ik weet dat je honger bent, jongen. We gaan even kijken wat er allemaal hier zo ligt voor eten. Ja, maar oeh, flat. Wat hoor ik? Oh, wacht, ik hoor die bijen gewoon. Ik dacht al, ik hoor iets vaags. Maar er waren gewoon die bijen. Oké, wat meer spullen pakken en dan hoop ik op wat eten. Dat vind ik het belangrijkste. Eten. Wat eten verzamelen. Wat twigs. Ja, we laten eventjes de meeste spullen liggen. Dat zou echt iets cools vinden. Oeh, hier meer steen. Maar we hebben dus, zoals ik net al zei, al heel vaak zei, we hebben eten nodig. En hier is een klein stukje normaal pad dat meteen in wat water leidt. Dat water ziet er trouwens ook wel heel grappig uit. Maar goed, veel bomen bij elkaar. Dus dat is wel goed, denk ik. Meer steentjes. Maar geen eten. Oh, rabbit. Oké. Wacht, wat ben jij? Wat? Zie die vogel? Oh nee, of niet attack, niet attack. Oh, fuck. What the hell is dat voor een ding? Wat de hel? Oké, dan ga ik eventjes uit de buurt blijven. Wat is dat voor een vogel? Oké, wacht, waar zat hij? Hier zo erg zit dus een vogel. Oh, dan wil ik wel even oppassen. Hoho. En ik heb echt nodig eten, jongens. Oh my god. I need some food. I need food. Anders dan gaan we al meteen dood door honger. Don't starve. Zo heet het spel. En ja, I don't want to starve. Dus, eten zoeken. Heel veel stenen hier. Echt veel stenen. Mooi. Daar ben ik echt blij mee. Want als goed is kun je ook echt muren bouwen. Muren. En dat is het dus. Is dat van dat... Ik heb een ei gejaagd. Oh, ik heb je ei. Oké, ik ga terug naar mijn... Waar is mijn dingen? Kijk, daar. Daar heb ik al gejat. Wacht, waar zit... daar zit ik. Oké. Was die misschien daarvan? Van zijn ei? Ik heb in ieder geval ei gejat. Ik dacht dat die vogel van dat ei was. Of dat die in ieder geval die twee bij elkaar horen. Of zal ik me oppassen voor die vogel? Want ik heb een ei gejat. Maar nou, tenminste... Kijk, dit bedoel ik. Shit. Nee, ik heb je ei niet. Oh mijn god, ik ben ontsnapt. Ik ben ontsnapt aan de grote vogel. Dus hier, blijf uit de buurt. Koek en ei. What the fuck? Oké, hoeveel... Oh yes, dat heeft me gered. Dat ei. Het ei heeft me gered, jongens. Tijd voor Columbus. Oh mijn god, dan ben ik echt blij met dat ei. Oh. Man. Het was close, ik moet toegeven, het was close. Oh, wortels. Yes, dus hier zitten we in een gebied waar we eten kunnen vinden. Oh, wortels. Geschenk uit de hemel. Geschenk uit de hemel, jongens. Ik pak je flint voor de wortel. En besjes. Eerlijk. Oh, man. Ik rammel nog steeds. Dat ei was goed, maar ik rammel nog steeds. Ik zie hier mushrooms. Kijk, blue mushrooms. Blue mushrooms die zijn volgens mij zeldzaam of zo. Of in ieder geval, daar kan je ook redelijk veel eten van krijgen. Maar al die wortels en al die besjes. Zo lekker. Heerlijk, jongens. We gaan eten als een koning vanavond. Een soort van. Nou ja, we gaan eten als iemand die veel besjes en veel carrots heeft. We hebben echt veel. Daar kunnen we echt veel mee. Oh, precies hetgeen wat we nodig hadden, dat hebben we nu. We hebben 8 carrots hier. Nog meer, want ik zie hier nog meer dingetjes zitten. En de carrots zitten achter, dus we gaan eventjes beeldswap. En weer terug. Oké. Meer berries. Oh mijn god. Zoveel. En we gaan een paar bloemen plukken. Voor dit. Zodat we naar boven kunnen gaan. Het wordt bijna dusk. En als het dusk is, dan moet je weggaan. Dus, want dusk, dat betekent dat er... dat betekent dat de eerste monsters al zou kunnen komen misschien. En... Oh, ik zie nu pas alweer wat meer. Oh. Gaan we eerst even snel doen. We hebben wat meer hout nodig. We hebben bijna geen hout meer. Dus we swappen jullie twee even. Snel even wat chop. En zoals je kan zien is de dag trouwens ook wat verder gegaan. Ik weet niet of ik het al eerder heb verteld. Maar de dag duurt nu langer. Eén dingetje. Eén zo'n vlakje. Langer. Oké, we gaan gewoon even teruglopen.
Hoe ver weg zijn we nog? We zijn nog redelijk ver weg, dus we moeten even tempo maken. We zijn er wel op tijd, dat wel, maar... Dan nog. Even doorlopen. Oh ja, en je moet trouwens voor mij ook geen bomen gaan hakken nu als het nacht is, heb ik gehoord. Want dat komt ook niet goed. Maar we hebben nog genoeg om de nacht mee te overleven. Zolang we maar niks maken van dingen. Oké, jongens, tijd om te gaan leven als een koning. We gaan eten. Cook the carrots. Yum, 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 yum. Oh, die carrots. Oh, het regent. Nee. Nice and comfy. Ja, nice and comfy. Het regent. Dat is niet zo heel nice and comfy. En we hebben al zo weinig hout. Het is een onweerster. Oh ja, jongens. Onweer. Dat is dus de reden waarom ik dood ben gegaan in mijn eerste keer dat ik speelde. Onweer. Niet dat het me in... Dat insloeg op mij ofzo. Het sloeg in de buurt. Maar... Oh, ik heb echt honger. Ja, jongens. Jongen, ik bedoel, jongen, vreet je aan lekker vol. Oh, nam, 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 nam. Kijk, we zitten bijna helemaal vol. Oh, en wat lekkere berries. Oh, yummy. Heerlijk, jongens. Zo lekker, hè. Je koekt al die dingen. Kook die berries. Kook die berries. Zo. Oké, eat. Eat. Oh, we zitten bijna helemaal vol, jongens. Oh, heerlijk. Heerlijk gewoon. Maar goed, we gaan eens kijken wat we hier kunnen doen. Maar dat is onweer. Oh ja, wat is er nou zo erg aan onweer? Nou, wat gebeurde dus? Ik zat in een redelijk dicht bebost bos. En er sloegen dingen onweer neer. En als er vuur is in een boom, dat spreidt naar bomen. Oftewel, binnen no time, dat ging echt heel snel, zat dat complete bos in de fik. En daar verbrandde ik in. Helaas. Maar goed, structures. We hebben hayball. Hey wall segments, not very sturdy. Ik wil van deze stone walls wil ik eigenlijk maken. Wat heb je hier nog meer? Cobblestone? Wat is dit? Rocky turf. En wat boards. We kunnen cobblestones maken. Wooden flooring. En dan hebben we dus van die planks nodig. Oh ja, dat moesten we doen bij refine. Dus we gaan even kijken hier. Cutstone. Oh fuck. Het is heel donker. Oh fuck, onweer. Nee, dat bedoel ik dus! Dat bedoel ik dus! Nee! Allemaal bomen! Allemaal bomen! Nee!